Goedendag, mijn naam is Harry Vermegen. Gerard Peters. Dit is Gerard Peters. Dat is Gerard Peters, ja. Ja, we zijn op zoek naar de Kees Jansma lookalike. Ach nee toch. Ja. Nou, wat mijn hoofd duidelijk, ja. Ja. Nou, ze zeiden hij lijkt zo op Kees. Ja, goed, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, hè. Nou ja. Wat vindt u zelf? Lijkt u op Kees Jansma? Nou, zelf vind jij natuurlijk nooit, hè. Maar wat ze altijd wat anderen zeggen, hè. Ja. En wat zeggen anderen? Ze vinden iedere keer als je die kinderen thuis, als je uitzending begint van Studio Sport, ja. Dan heb je meer, hè? Dan heb je pa weer, hè? Dat is een kinderkaar, je ziet het daar. Ja, hij moet op Kees Jansma lijken. Ja, ja. Ja, ja. Ben je er al een beetje overheen? Ben je er een beetje overheen? No. Huh? Shit. Waar komt er vanaf? Geen idee. Jongen. Ja? Ja, kijk, nou, zet even. Kun je even je eigen nul opzetten? Heel kort. Jongen. Dan kunnen we even kijken of we hier te maken hebben met inderdaad de Kees Jansma lookalike. Op het eerste gezicht zou je zo zeggen, het is Kees. Oh, en dat is een bekend iemand van tv. Ja, van tv, en dat ik daarop mag lijken. Ja? Dat vindt u wel een eer? Ja. Dat vindt u wel leuk, hè? Ja. Nou, ik zou het ook wel een eer vinden als ik op Kees Jansma zou lijken. Volgens mij hebben we hier toch wel te maken met een hele goede Kees Jansma. Je bent niet de enige hoor die dat zegt. Nou, ik moet zeggen, ik ben er heel blij mee hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, want als ik een paar keer gekeken heb, ja, dan heb ik me nou... Hoe meer je kijkt, hoe blijer ik ermee ben. Ja, dat is zo. Ja. En op het stadion vragen ze veel handtekeningen hè, en zo. Ja? En zet u hem dan ook? Ja, ik zet hem ook. Gewoon Kees Jansma? Ja. Maar ik denk dat Kees hier zelf ook ongelooflijk blij mee is. Nou, ik denk het ook wel, ja. Goeiedag. Goeiedag. Welkom. Welkom. U heeft, moet even goed kijken hoor. U heeft iets te veel haar volgens mij. Ja. U heeft iets te veel haar. Daar misschien wat aan te doen, hè? Daar moet u iets aan doen, ja. Want hier zie ik haartjes en dat heeft Kees natuurlijk helemaal niet. Nee? Nee, Kees is, dat is allemaal poep glad. Ja, maar dan zegt u, ik lijk op Kees Jansma, maar dat kan natuurlijk ook zijn. Ik weet niet wie ouder is, dat Kees Jansma op mij lijkt, hè? Nee, dat is niet zo. Oh, is dat niet? Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Dat bestaat absoluut niet. Oh, nee. Jammer. Nee, u lijkt op Kees Jansma. Oh, kijk eens aan. Nee, kijk, Kees die lijkt ook verder op niemand. Nee. Wat vindt u van de gelijkenis? Bent u tevreden over... Nou, ik dacht dat Kees Jansma nog iets meer ijver in zijn gezicht had. Verder vind ik hem perfect. Hier zit hij dan normaal, Kees. Zo. Ja. Kijk, en dus, waarschijnlijk dat is de camera dan. Ja. En zit Mart Smeets nou naast hem hier ook? Smeets, ja. Dit is, die stoel is van Smeets. Deze lege stoel. Daar zit Mart normaal. Ja, we hebben Kees Breit gevonden. Kees, kom er even bij om het zelf uit te reiken. Kijk, daar is hij. Ja. Wat erg voor u. U lijkt echt. Ja. Het lijkt me voor jou ook leuk om mij te zien. Dan. Ja, ik vond het wel hartstikke leuk. En Kees genoot. Hij vond het zichtbaar leuk om even in de spiegel te kijken. Daarom had hij ook een bloemetje meegenomen voor de heer Hans van Wel. En bij de KNVB had hij 2 kaartjes besteld voor de interlandwedstrijd Nederland-Noorwegen. Tegen de buurt plaatsen voor de wedstrijd Nederland-Noorwegen.